Het is onze plicht als christen om Asia Bibi een veilig onderdak te bieden. Dat zegt Anja Keuter van de Unie Gemeentebelangen. Ze dient vanavond een motie in om het gebaar gemeentebreed uit te dragen. Als ze nergens terecht kan, moet ze toch op Urk wel terecht kunnen. En uh, ja, Als je dat aan haar op zegt, dan moet je dat ook proberen waar te maken. En dus een motie gemaakt. Wordt vanavond in de raad ingediend? Wat verwacht u? Uh, ja, die wordt overgenomen, want de hele raad steunt hem al. Ik heb het even overlegd, want ik denk: ja, het is wel een zwaar onderwerp. Het is wel iets van: stel dat er toegewezen wordt, dan halen we ons misschien wel wat op de hals. Dus we hebben wel met z'n allen moeten we dat ondersteunen. Dus het college zal hem ook overnemen. De christelijke Asia Bibi kwam in 2009 in de Pakistanse gevangenis terecht omdat ze de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Ze werd zelfs ter dood veroordeeld. Maar eind oktober werd ze vrijgesproken. Radicale moslims in Pakistan eisen alsnog haar executie. Haar advocaat is gevlucht en verblijft in Nederland. Bibi en haar gezin zijn ondergedoken. Veel landen aarzelen om de vrouw asiel aan te bieden omdat ze bang zijn voor onrust en aanslagen. Volgens de Urker politica mag dat geen argument zijn om haar te weigeren. Natuurlijk hebben we dat heel even bepraald met elkaar, van uh, ja, er zal beveiliging moeten zijn, er zullen maatregelen getroffen moeten worden. Maar toch weer houdt ons dat er niet van, dat het onze christenplicht is om haar onderdak te verlenen. Is het voor het welzijn van mevrouw Bibi ook niet beter als haar verblijfplaats onbekend blijft? Ja, misschien wel. Dat hebben wij natuurlijk ook wel bedacht. Aan de andere kant, de wereld is tegenwoordig zo klein met internet dat waarschijnlijk zou haar verblijfplek heel snel ergens uitlekken als zij ergens ondergebracht wordt. Dus eh, wat dat betreft eh, denken we dat dat niet veel gaat uitmaken. Nog Asia Bibi, nog haar advocaat is op de hoogte van het aanbod. Ik denk dat dan college is om met de regering in contact te komen en dan de regering zou met de advocaat in contact kunnen komen. Ik denk dat dat de weg is. Is dat de oproep ook aan de burgemeester Pieter van Marel om contact op te nemen met, uh, met Mark Rutte? Ja, absoluut. Dat is de oproep.